In deze video laten we je zien hoe je de toetsen op je toetsenbord andere functies en looks kunt geven met Samsung GoodLock. Zo kun je onder andere je toetsen verplaatsen, kleiner of groter maken en zelfs kiezen om bepaalde toetsen te verwijderen. Om het thema van je telefoon te personaliseren heb je de Samsung GoodLock app nodig. Deze app kun je downloaden in de Galaxy Store. Open de GoodLock app. Druk onder in het menu op Make-up. Scroll naar beneden naar Keys Café. Druk op het download-icoon rechts van Keys Café. Druk op Installeren. Wanneer de module is geïnstalleerd, kun je deze vanuit de Samsung GoodLock app openen. Open de GoodLock app. Druk onder in het menu op Make-up. Open de Keys Café module. Druk op Continue. Na het openen van de app kom je in het menu terecht. Hier kun je beginnen met het samenstellen van je eigen toetsenbord. Druk op Make Your Own Keyboard. Zet Make Your Own Keyboard aan. Druk onder Nederlands op het plus-icoon. Druk op Edit. Je kunt nu de grootte van de toetsen van je toetsenbord veranderen. Druk op een toets in het onderste toetsenbord om het te bewerken. Druk op Height en gebruik de slider om de hoogte van de toets aan te passen. Druk op Width en gebruik de slider om de breedte van de toets aan te passen. Ook kun je de toetsen toevoegen en verwijderen. Scroll in het bovenste toetsenbord om een keuze te maken welke toets je toe wilt voegen aan je huidige toetsenbord onderin. Druk op 1, 2 of AB om tussen cijfers en letters te kiezen. Druk in het bovenste toetsenbord op een toets en sleep deze naar een plek op het onderste toetsenbord. Om een toets te verwijderen doe je het volgende. Druk op een toets die je wilt verwijderen. Druk op de grijze prullenbak. Sleep vervolgens de toets naar het vak met de tekst Drop Here. Ook kun je toetsen een tweede functie meegeven wanneer je deze ingedrukt houdt op je toetsenbord. Dit stel je als volgt in. Druk op een toets die je een tweede functie wilt meegeven. Druk op de groene prullenbak. Druk op het lege vakje met de paarse rand. Selecteer in het bovenste toetsenbord een tweede functie voor de toets. Als je je toetsenbord naar wens gepersonaliseerd hebt, kun je deze opslaan en activeren. Druk op het paarse vinkje rechtsboven. Geef je toetsenbord een naam door op het tekstveld te drukken. Druk op Save. Nu weet je hoe je een eigen toetsenbord kunt samenstellen en installeren met de Samsung GoodLock app. Meer tips over het gebruik van Samsung? Abonneer je nu op Samsung & You en bekijk wekelijks nieuwe video's.